Zouden we niet allemaal onze patiënten de best mogelijke zorg willen geven op de IC? Met het geven van de best mogelijke zorg is goede bevochtiging onmisbaar. Bij het toepassen van actieve bevochtiging kunt u de patiënt een betere behandeling geven en het verbetert de conditie van de patiënt. Traditionele actieve bevochtigers kunnen problemen geven met het toedienen van de juiste hoeveelheid vocht bij de juiste temperatuur. De beademingsslang kan hierbij ook storend zijn vanwege de verwarmingsdraden, watervallen, condensatie en de temperatuurzonde. Zou u het niet prettiger vinden als alles veiliger en simpeler zou zijn? Medisize HME Booster is de revolutionaire manier van actieve bevochtiging. U beschikt over de voordelen van actieve bevochtiging om de conditie van uw patiënt te verbeteren en tevens heeft u de veiligheid van een filter/HME. HME Booster is de eerste hybride en semi-disposable actieve bevochtiger. Het is net zo effectief als een traditionele actieve bevochtiger, maar veiliger vanwege de bescherming van een bacterieel filter. Bevochtiging met de HME Booster vindt plaats tussen de patiënt en de filter. Daarom blijven uw beademingsslangen vrij van vocht en condensatie. Laten we de eenvoudige stappen voor actieve bevochtiging voor uw patiënt eens bekijken. De beste en meest veilige zorg door gebruik van de HME Booster. Als de patiënt binnenkomt van de OK voor postoperatieve IC-zorg, wordt de Hygrovent Gold of HME Booster aangesloten, waar normaal gezien alleen een filter/HME wordt gebruikt. Het aansluiten van de HME Booster is heel eenvoudig en onderbreekt de beademing slechts voor een paar seconden, waar het aansluiten van traditionele actieve bevochtigers veel meer tijd vraagt, wat kan resulteren in lage zuurstofconcentraties in het bloed. Bevestig de Flow Restrictor aan een vierlijn van een zak of fles steriel water. Het waterverbruik is slechts maximum 3 mm per uur. Dus een kleine zak of kleine fles is voldoende voor actieve bevochtiging voor een aantal dagen. Steek de adapter van de Booster Heater in het stopcontact en steek het temperatuurcontrole-element in het daarvoor ontworpen deel van de Hygrovent Gold of in het T-stuk. Nu mag u de rollerklem van de 4Z openen en zal het steriele water gaan stromen richting de Flow Restrictor. De Flow Restrictor zorgt voor een veilige en precieze watertoevoer naar de HME Booster, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de regulering. U kunt de rollerklem continu openlaten. Het temperatuurcontrole-element verwarmt nu het water en dankzij het Gore-Tex-membraan zal alleen verdampt water in het systeem komen. Het verdampte water in combinatie met het effect van de HME geeft nu uitstekende en veilige actieve bevochtiging naar de patiënt. De HME Booster is volledig zelfregulerend. U hoeft geen enkele instelling te wijzigen, zondes aan te brengen of de temperatuur aan te passen. Zou u niet willen dat alles zo veilig en simpel was als de HME Booster?